Welkom bij Club Easy Active. Mijn naam is Esmeralda en vandaag hebben we een les Walk and Talk. We gaan lekker bewegen op muziek. Ik wens jullie heel veel plezier en we gaan lekker beginnen. Succes! Yes, zet je voeten onder je heupen neer en we gaan beginnen met stappen. Dus lift die knieën en die armen gaan gelijk lekker mee. Yes, knieën omhoog, stappen, stappen, stappen. Op, op. Ja, heel goed. Let op, de bovenlichaam gaat meedoen. We maken een kruis. Je brengt ze omhoog. En kruis. En naar beneden. Yes, kruis. Maak je armen helemaal lang. Terug naar de borst. Als je wil, gaan we versnellen. Let op. Op, uit, midden, terug. Laat die benen ook lekker bewegen. Niet vergeten, bovenlichaam, onderlichaam, alles doet mee. Yes. Goed zo, blijf doorstappen. Op, uit, midden, terug. Nou, we zijn lekker van start. De volgende oefening die we gaan doen is een side tap. Dus we gaan opzij stappen. We doen nog één keer deze. Let op, stap, tik, stap, tik. 1, 2, 1, 2. Die handen mogen in de zij of je neemt ze mee naar voren. Hop. Tik. Juist. Allebei de kant op. Aansluitpas. Als je wil, gaan we versnellen. Tik. Yes. Uit en in. Uit en in. Heel goed. Hop. Hop. Alright. Neem die armen mee. En die benen. Let op. Tik. Yes. Hop. Naar voren. Juist. Heel goed. Laatste stukje misschien die hakken mee omhoog. Yes. Heel goed. Oké, nog 3, 2, 1. Let op. Om en om, knie wisselen. Yes. Trek je knie op. Op, 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 op. Heel goed. Een beetje masseren. Heel goed. Lift die knie tot heuphoogte. Armen gaan mee. En let op, nu ga je om en om die armen mee naar voren strekken. Dus op, op, 1, 2. Yes, heel goed. Juist, tegengestelde arm, tegengestelde been. Maak ze helemaal lang, stoot hem uit. Heel goed, ga door. Blijf die knieën liften. Yes, yes, op, op. Laatste loodjes bij deze. Als het niet meer gaat, lift je gewoon je knie iets minder hoog, hè? Maar we zijn er bijna. Strek uit. Goed zo. Blijf doorstappen. Oké, let op. Armen gaan naar beneden. Voeten onder de heupen. En we gaan om en om achteruit stappen. Op de tenen. Dus stap voor. Stap voor. 1, 2. 1, 2. Heel goed. Doe uit en in. Uit en in. Hop. Ja. Tik. Terug. Tik. Terug. Ja. Klasse. Armen mee naar achter. Hop. Jawel. Goed zo. Leun een beetje naar voren. Duw. Uit en in. Uit en in. Uit en in. Yes, als je kan, als je wil. Probeer je te strekken zonder de vloer aan te raken. Hop. Armen lang. Knijp de schouderbladen naar elkaar toe. Uit en in. Uit en in. Nog 3, 2, 1. En zet neer. Voet onder de heupen. We gaan een lichte squat maken. Laag. Op. Binnen naar achter. Buikspieren aangespannen. Heel goed. Zak naar beneden. Yes. Heel
goed. Billen naar achter, rug recht, borst op. Neem die armen mee naar voren. En misschien zelfs helemaal mee omhoog. Dat is jouw optie. Laag, op. Laag, op. 1, 2. Heel goed. Hou nog vol voor een aantal herhalingen. We zijn er bijna. Blijf die billen naar achter duwen. En de laatste. Zakken. Op. Let op. Maak eventueel gebruik van een stoel. Zet je been iets onder het midden van jouzelf. Vanuit hier. Lift je been. Dus zijwaarts heffen. Tenen naar je toe trekken. Yes. Voel de binnenkant van je been. Probeer mooi rechtop te blijven staan. Juist. Duw uit en in. Hou je standbeen ontspannen. Knieën licht gebogen. Heel goed. Blijf doorgaan. Duw uit en in. Yes, heel licht leunen op de stoel als je die eventueel nodig hebt. Doen we deze nog 3, 2, 1 en zet neer. Hetzelfde doen we met de andere kant. Zet je standbeen stevig neer en lift terug. Dus op, oh, laag. 1. Hele mooie oefening voor en het trainen van je stabiliteit. En natuurlijk lekker die benen. Op, laag, op, laag. Heel goed, hou vol. Standbeen licht gebogen houden. Blijf mooi vooruit kijken. Zoek een vast punt in de ruimte waar je op kan focussen. Heel goed. Uit, in. Voor die laatste herhalingen. Goed zo. Misschien het tempo wat omhoog. Yes. Uit. In. Uit. In. Op. Laag. Alright. Bereid je voor op de laatste oefening. Zet je voet maar neer. Schud die benen even los. Pak eventueel de stoel vast en we gaan onze hakken van de vloer afliften. Yes. Dus kom omhoog. Laag. 1, 2. Op. Laag. Rol helemaal op de bal van je voet. Duw, laag, duw, laag. Heel goed, hou vol. Stukje stabiliteit hier. En tegelijkertijd trainen we ook onze kuiten. Hou vol. Je bent bijna. Op, laag, op, laag. Voel je het al een beetje branden? Kom op. Blijf doorgaan. Nog 3, 2... 1 en rust. We beginnen weer bij het begin. Rondje 2. We gaan stappen. Heel goed. Lekker doorstappen. Lekker tempo. Als het goed is ben je wat warmer. Dus trek die knieën wat hoger op. En dan gaan we gelijk in het snelle tempo met de armen. Die pakken we mee. Dus kruis, oog, kruis, laag. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Op. Ja, klasse. En blijf lekker doorstappen. Hè? Vergeet die benen niet. Heel goed. Laatste paar herhalingen. Hop. 1, 2. Yes. Ja, gooi die handen omhoog. De zon schijnt. We zitten helaas binnen. Maar dat mag de pret niet drukken. Nog eentje. En let op, we gaan weer door met de side tap. Stap, tik, stap, tik. 1, 2, 1, 2. Heel goed. Neem die armen mee. Hop. Yes. Tik met de punt van je schoenen de vloer aan. En misschien bij deze ronde 2 wil je nu die hakken naar de billen trekken. En dan neem je die armen van voor mee naar achter. Yes. Goed zo. Trek die hak richting de bil of je blijft hier bij het stappen. Die armen mogen gewoon mee. Yes. Heel goed. Hou vol. Uit en in. Uit en in. Alright. Nog 5, 4,
3, 2, 1. We gaan door. Knie heffen. Met armen uitstoten. Heel goed. Je mag ook hier blijven. Die armen nog even niks doen. Maar trek die knieën op. In ieder geval tot heuphoogte. Hakken naar je bil. Yes. En duw die armen uit. Heel goed. Duw, duw. Juist. Duw jezelf af. Stevige voeten neerzetten. Nog 3, 2, 1. En rust. We stappen hem achterwaarts. Voet om je neer. Stap, terug. Stap, terug. 1, 2, 1, 2. Leun een klein beetje naar voren. Neem die armen mee. Naar voren. Of misschien wel naar achter. Yes. Hop. Duimen wijzen omhoog. Schouderbladen naar elkaar toe. Uit en in. Uit en in. Duw. Trek. Goed zo. Juist. Buikspieren aangespannen. Zodat je netjes een beetje naar voren kan leunen. Maak een grote stap naar achter. Hop. Terug. 1, 2. Hou vol. We gaan bijna over naar de volgende oefening. Nog 5. 4. 3. 2. 1. Zet je voeten onder je heupen. We gaan weer een lichte squat maken. Duw die billen naar achter. Handen voor je borst. Laag. En op. We beginnen nu even langzaam. En dan gaan we zometeen het tempo versnellen. Yes. Nog 1 keer langzaam. Ga je mee snel naar beneden? Let's go. Laag. Op. Laag. Op. Wil je die armen ook wat laten doen? Dan gaan die armen ook naar beneden en omhoog. Jawel, dan doen die spierballen mee. Hop, laag, hop. Zak niet te diep. Heel goed, blijf die billen naar achter duwen. Yes. Voor die laatste paar herhalingen, hou vol. Benen en billen zul je al gaan voelen. Hou je rug mooi recht. Blijf naar voren kijken. Heel goed. 3, 2, 1. Alright. Pak eventueel weer de stoel vast. Gaan we zijwaarts benen heffen. Yes. Op. Laag. 1, 2. Voel de binnenkant van je been terwijl je je teen naar binnen trekt. Dus flex je voet. Op. Laag. 1, 2. Duw. Trek. Heel goed. Misschien lukt het zelfs al zonder stoel. Kost het iets meer stabiliteit. Hartstikke goed voor je. Hou die buikspieren op spanning. Focus op 1 punt. Als het niet gaat, dan pak je de stoel weer vast. Zorg ervoor dat je standbeen licht gebogen is. Hou vol. Hij gaat super. Yes. Nog 3. 2. 1. En wissel van kant. Zet je been stevig neer. En dan gaat hij lift terug. Lift en terug. Juist. Weet je het nog? Tenen naar je toe trekken. Standbeen licht gebogen. Buikspieren aanspannen. Yes. Oh, voel je hem al een beetje branden? Dit kost wel kracht. Hou vol. Hij gaat super. Niet opgeven. Yes. Duw, terug. Duw, strek je been. Kom op, voor die laatste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voor de laatste oefening. Pak de stoel eventueel vast. En lift zometeen je hakken van de vloer. Ze komen omhoog en laag. Op, laag. Op, laag. Duw op de bal van je voet. Hop, laag. Duw op, laag. 1, 2, duw. Heel goed. Hou vol. Jawel.
Voel die kuiten. En zoek dat stukje balans, hè. Buikspieren aanspannen, bekken kantelen. En blijf gaan. Op, laag, op, laag. Duw, trek. Dan gaan we weer voor die laatste 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Die laatste. Heel goed. Schud je benen los. En dan dank ik jullie allemaal dat jullie weer mee hebben gekeken en mee hebben gedaan met deze video. En een hele fijne dag nog gewenst. Tot de volgende keer!